Duivels zijn in de handel als ronde duivels met van die gleufjes in de lengte. En die gleufjes is, want als hij namelijk in het gat slaat met lijm, dan kan die lijm omhoog kruipen langs die gleufjes omhoog. En als hij dat niet doet, gewoon een rond stokje neemt en in dat gat slaat, dan sluit je de lucht op die eronder zit en dan krijg je dat stokje of die deuvel er niet meer in. Nou heb ik bedacht dat je die deuvels die je in de handel hebt, die hoef je helemaal niet te kopen. Want je maakt gewoon een vierkant stokje en je neemt het gat van de deuvel, dit is de deuvel met vierkante stokje, die boor je een millimeter kleiner en je kan hem er zo inslaan. Doordat die vierkant is, blijft er altijd hoekjes over waardoor de lijm naar boven kan. Dus die groefjes hoef je er ook niet in te maken. Simpeler kan het niet. Maar de mensen willen natuurlijk wel graag dat je die deuvels in de winkel koopt. Maar het is niet nodig. Zo zijn er allerlei uitvindingen om deuvels aan te brengen. Van die speciale hulpmiddelen. Is ook niet nodig. Je hebt een spijkertje nodig en een nijptang. En dan kom je daar. Ik zal eens laten zien hoe dat gaat. Ik wil hier twee van die beentjes. Kijk, dit is even dik, zo. Die wil ik met van die deuvels aan elkaar maken. En die ga ik niet doorboren. Maar die wil ik zo blind erin maken. Dus langer als zo heb je niet nodig. Dus een half van dit stokje. Dit is een centimeter of 13. Dat is een centimeter of 6. Heb ik hier nodig. Ik doe er twee naast elkaar. En om deze hoek in de goede volgorde neer te leggen, maken we een paring. En dat doen we hier zo. En die bovenkant zo. Nou, kunnen we nooit omdraaien. Dus we kunnen niet dit doen, want dit moet boven liggen. Deze komt niet daar of zo. Hij komt op één manier. Dat is met de punt naar boven en dit als basis. Goed. Als we dat gedaan hebben, kunnen we niet meer door de war. En nou wil ik hier twee deuvels inboren. Het gat wordt 10 mm. Ik heb hier een stokje van 9 mm. En ik boor een gat van 10 mm. En dan gaat hij er strak in. Dat weet ik uit ervaring. Het komt hier binnen die lijn natuurlijk. En dan denk ik dat ik hier ergens en hier ergens, diagonaal, doe ik dat gaatje. Hier het klein dun spijkertje. Beetje rechts slaan. Stevig genoeg. Dus ik zet mijn nijptang een beetje schuin erop. Dus als ik hem recht zet, dan knip ik hem zo laag mogelijk. Maar ik til mijn nijptang een klein beetje op aan één kant. En dan heb ik hier twee dingetjes die uitsteken. Twee stukjes spijker die uitsteken. Ga ik volgens de paring weer goed leggen. En dit is een vlakke ondergrond. Moet ook zo vlak zijn. Ik druk dat in elkaar. Ik geef nog een klein tikkie. Dan moet ik de afdruk hebben. Kijk even waar de afdruk staat. Dat zie ik nog niet erg. Ik kan natuurlijk ook een lijmklem opzetten. Kijk, kom ik precies, gaat hij er helemaal in, dus dat moet goed zijn. Nou zie ik twee gaatjes.
Nu moet ik de helft van dit stukje. Moet ik eigenlijk een soort plakbandje hebben dat ik wat kan zien tot hoe ver. Even kijken of ik dat een beetje gokken kan. Nou, het is ongeveer zo'n stukje dat ik niet hoef. Dat is toch een flink end. Nou, ik denk dat ik hem minder neem. Kijken of ik een richting heb met mijn duimstok. Dat gaat goed. Ik draai hem even op. Al doe ik een kortere duivel in, ook niet erg als je over hebt. Als je maar niet tot onderaan de lengte neemt. Want als het hout krimpt, dan drukt hij die duivel er weer uit. Nou, dan halen we de spijkertjes er weer uit. En dan gaan we deze boren. En dan moeten we oppassen dat we er niet doorheen gaan. Dus dit hoeft maar een klein stukje. Zoiets. Nou moet ik goed opletten dat ik hem niet tot onderaan, tenminste, in ieder geval aan één kant moet ik ruimte overhouden. Deze is veel dieper, dus ik ga hier gewoon er wel in. Kijk. Deze er zo in. Ik zaag de lengte eraf. Kijken of de paring goed is. De clue waar het om draait is dat je goed recht boort. En dat kan natuurlijk ook onder een kolomboor. Dan is die goed recht. Dat scheelt, of uit de hand moet je even goed opletten dat hij goed recht is. Want hoe rechter je hem boort, hoe mooier dat hij wordt.